spreek mijn Nancy-Janssens. Vandaag gaan we het hebben over hoe dat we de olie op de huid aanbrengen. Dat is toch wel belangrijk voordat we met de massages beginnen. Eerst en vooral wil ik vertellen dat je een tantra-massage of een erotische massage niet mag vergelijken met een professionele massage. Professionele massage, daar mag je niet te veel olie op doen. Dat moet weerstand bieden, want je moet op die spier kunnen masseren. Nu, bij een tantra-massage moet dat lekker glijden, dat moet zacht aanvoelen, dat moet erotisch zijn. Dus daar gaan we veel meer olie op doen. Dus bij een professionele massage doe je eigenlijk iets eerst in je hand en dan ga je dat op de huid doen. Maar je hebt zoveel olie nodig bij een tantra-massage dat je moeilijk dit heel de tijd kunt doen. Dat is enorm storend. Dus ik heb een methode gevonden om uiteindelijk, niet zoals deze methode doen, maar dan rechtstreeks op de huid. Dus bij een tantra-massage maak een uitzondering om de olie rechtstreeks op de huid aan te brengen, maar dan wel op een speciale manier. Dus ik heb gezorgd dat ik het aanbreng rechtstreeks, maar dat er toch een warm gevoel bij komt. Dus hoe heb ik dat nu gedaan? Mijn hand, de handpalm en de vingertoppen, die moeten de huid raken. En ik hou mijn flesje heel laag. En dan laat ik de olie eruit komen. En dan, terwijl die olie eruit komt, wrijf ik met mijn hand die olie onmiddellijk weg. En dan voel je dat niet, dat je zo spettert of spuit met de olie. Dus, maar je moet wel het flesje heel laag houden. En terwijl wrijf je over die huid. Dus die handpalmen moeten de huid raken en die vingertoppen. Dus het is eigenlijk een heel warme methode. En je moet het ook traag doen. Want als je dat heel snel doet, dan heb je ook niet echt een warm gevoel. Dus ik breng inderdaad wel die olie rechtstreeks op de huid aan. Dat mag bij de professionele massages niet, maar in dit geval kan dat wel. Want we hebben echt wel veel olie nodig. Dus als je al begint te klungelen constant met olie op en af, en soms moet je dan dat flesje open en dicht doen, dat is enorm storend. Dus vandaar dat ik gezegd heb, ik kan daar toch een methode op vinden. En ook, ik smeer de olie op de rugzijde volledig in. Ik doe eigenlijk ineens de volledige rugzijde insmeren. Tussendoor masseren. En dan mag je wel tussendoor wat olie bij doen. Dat kan geen kwaad. Maar dan moet je niet meer zoveel bij doen. En dan, als ik dan de voorzijde doe, is het net hetzelfde. Ik doe de volledige voorzijde in olie. En tussendoor kun je wel eens wat bijsmeren. Maar dan heb je eigenlijk de massage niet zo gestoord eigenlijk. Want je hebt echt wel veel olie nodig om te kunnen glijden. Zeker met een body-to-body of zo in de plooien van de benen. Daar moet je toch wel echt goed kunnen masseren. Dus wel heel belangrijk dat je dus de hele tijd dit doet, flesje laag houden en direct uitsmeert. En als je ziet bij het filmpje, bij het inolie, ga je zien dat ik ook een methode heb gevonden. Ik doe eerst de romp inolie, dan het verste been, dan het been aan uw zijde en zo op die manier. Hè. En dan zet je het flesje weg en dan ga je de olie uitsmeren. Dus, maar dat uitsmeren mag maar eenmalig. Want dan gaat de olie al in de huid zitten. Dus het is wel heel belangrijk dat we de juiste manier van inolie opdoen. En ook de juiste methode van het aanbrengen eigenlijk. Maar dat vind je dan wel bij het filmpje van de massage. Oké, tot de volgende keer. Dag!